Dag iedereen en welkom. De nieuwe May-update voor de Xbox is uitgerold en bevat heel wat leuke dingen. Op dit kanaal vind je ook een overzichtsvideo van alle nieuwigheden. Maar één van deze springt er wel met kop en schouder bovenuit. En dat is een nieuwe dynamische background speciaal voor die nostalgische Xbox-fans die willen terugkeren naar het homescreen van de originele Xbox. Dus eigenlijk komt deze update met twee nieuwe dynamische backgrounds. De eerste is modes en de tweede is eigenlijk speciaal voor het 20-jarige bestaan van Xbox, dat nu volledig aan de gang is. En dat is dan de original. Dus hoe activeer je die? Wel, als je Xbox software up-to-date is, dan ga je naar instellingen. Dan bij algemeen kiezen voor persoonlijke instellingen. Dan ga je naar de voorlaatste optie, namelijk mijn achtergrond. Dan ga je nog eens volledig naar beneden naar dynamische achtergronden. En dan heb je hier dus al jouw dynamische backgrounds. Um, regelmatig worden er nieuwe toegevoegd via software updates. Maar vooral deze twee willen we dus uitlichten. Dus modes is gewoon ja, een, een nieuw standaard thema in, dit, in deze update. En dan deze is vooral heel leuk. Iedereen die al van het begin bij Xbox betrokken is, zal dit meteen herkennen. Dus deze kan je gewoon activeren. En voilà. Absoluut de moeite waard. Het is een heel leuke knipoog naar de fans van het eerste uur. En nu weet jij hoe je deze mag activeren. Dus geniet ervan. Voor meer kan je terecht op die xboxfiles.be, maar ook gewoon op dit kanaal. Dus vergeet niet te liken, commenten en subscriben. En dan zie ik jullie heel graag terug bij je volgende video of op gamerverse.be.